Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims video. Vandaag gaan we kijken naar het nieuwe Sims 4 te huur uitbreidingspakket. Deze is sinds afgelopen donderdag uit en ook sinds afgelopen donderdag, of nou ja, dat is een leugen, sinds afgelopen vrijdag probeer ik deze video al te maken, maar het was gewoon... Het lukte gewoon niet. Echt, er ging van alles mis. Ja, ik was afgelopen weekend jarig en de voorbereidingen daarvoor en het opruimen daarna, dat nam iets meer tijd in beslag dan van tevoren ingecalculeerd. Maar ik ben er nu en ik heb zin om het nieuwe uitbreidingspakket aan jou te laten zien. Ik ga creëren sim met je doornemen, de bouwitems en de meubels en ook een stukje gameplay van hoe dat nou werkt als je een appartementencomplex hebt. En dat allemaal ga ik proberen om in een enigszins korte video te stoppen, maar ik maak geen beloftes. Dus laten we maar gauw beginnen. Voor degene die de Arm tot Paardenboerderij Challenge op de voet volgen en zich afvragen waar de nieuwe aflevering blijft, die komt er ook deze week aan. En ik heb besloten om het nieuwe te huurpakket al wel vast te integreren in die challenge. Met Chanel zelf. Hoe ik dat voor me zie, dat leg ik uit in de aflevering. Dus abonneer je ook even als je wil weten wanneer die online komt. Maar ja, we gaan dus in die challenge ook met dit uitbreidingspakket spelen. Dus mocht je graag willen zien hoe het nou allemaal echt gaat in gameplay, dan raad ik je aan om die challenge ook te volgen. Ja, en laten we dus maar snel beginnen. En ik begin in creëren een sim. Ik heb het alvast klaarstaan. Ik heb gewoon een random sim hier en we gaan gewoon even alle items bij langs. Dit uitbreidingspakket is geïnspireerd op Zuidoost-Azië, dus meer richting Indonesië en Thailand en die kant op. Wat natuurlijk super fijn is, want ja, laten we eerlijk zijn, de meeste pakketten zijn gebaseerd op Amerika, zoals bijna alles in het leven gebaseerd is op Amerika. Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ja, we hadden nog niet veel, eigenlijk maar één Aziatisch uitbreidingspakket. En dat was Sneeuwpret. Volgens mij zijn er verder weinig Aziatische invloeden in de Sims 4 uitbreidingspakketten. Dus ja, super welkom. En dat zie je dus ook terug in de kleding, in creëren sim, maar ook in de bouwitems. Ze zijn allemaal echt meer traditioneel op Zuidoost-Azië geïnspireerd. Dus je hebt van dit soort mooie gewaden. En wat ik heel tof vind is dat deze echt een linnen look heeft. Dus er zit echt wel veel detail in de structuur. Dat zie je echt lang niet altijd bij de Sims 4. Maar het zijn ook wat meer basic dingen. Ik vind deze hoodie echt heel tof. Ik denk dat ik die veel ga gebruiken, want ik ben gewoon iemand die heel erg van hoodies houdt. En dit is ook weer wat meer dat traditionele. Echt de gewaden. Deze crop top is echt super cute. Ik neem ze gewoon even snel met je door. Maar ik vind dus dit linnen patroon echt, echt heel vet en gewoon wel uniek. Volgens mij hebben we dat nog niet echt in de Sims 4. Deze. Ook een linnen blouse. Echt zo'n basic die je altijd wel kan gebruiken. En deze. Deze zal ik denk ik niet zo vaak gebruiken. Omdat ik gewoon zelf... Dit lijkt op spijkerstof en ik vind spijkerstof eigenlijk nooit lekker zitten. Als in spijkerstofjasjes of blouses of wat dan ook. Dus ja, ik zou mijn Sims dat ook niet zo snel aantrekken. Deze vind ik wel echt heel cute. En wat ook een thema is in dit uitbreidingspakket, maar dat gaan we straks nog veel meer zien, is pastel. Er zijn best wel wat pasteltinten. En ik hou daarvan, dus voor mij is het ook erg welkom. Maar dat zie je dus ook wel een beetje in de kleren terug. En er zijn drie items, waarvan twee ontgrendeld moeten worden op de nachtmarkt. Deze moet je op de nachtmarkt kopen en deze ook. En deze krijg je als je alle kwastjes in Tommerang hebt verzameld. Dus best wel wat items die je moet ontgrendelen. Als we dan naar de onderkleding gaan. Ja, een mooie high-waisted korte broek. Ik merk altijd dat ik qua zomer items best wel vaak worstel. Dus ja,
al die kortere kleding, dat is zeker welkom. Een mooie lange rok, weer meer in de traditionele kledij volgens mij. Een driekwart broek, ik zie het niet voor me dat ik die ooit ga gebruiken, want dat is niet mijn smaak. Deze vind ik dan wel weer leuk, maar deze vind ik ook wel tof als je meer, bijvoorbeeld als je yoga outfit. En deze broek vind ik ook tof, omdat hij ook wat meer high-waisted is. En hij ziet er gewoon heel comfortabel uit. Deze, ik vind het zo bijzonder. En dat zal ongetwijfeld een cultureel dingetje zijn. En dat ik dat als westerling bijzonder vind. Maar de voorkant lijkt op de achterkant. Die zakken. Misschien ligt dat aan mij hoor. Maar ja, wel hele leuke kleurtjes zo. Deze broek ga ik denk ik heel veel gebruiken. Deze korte broek. Ik vind hem echt mooi en gewoon fancy. En de kleuren zijn super mooi. Hier nog een broek. En een rok. Ik laat niet alles wat je ziet, want dan zitten we hier morgen nog. Deze broek is super high-waisted. En hij is ook wat hoger op de enkels. Ook weer in die mooie kleuren. En ook deze is high-waisted en ook hoger op de enkels. Maar dan in twee kleuren. Qua schoenen hebben we deze, ja, het zijn een soort sandalen, maar dan ook met een teen dingetje erin. En ze zijn heel hoog. Ik vind ze wel tof eigenlijk. En de kleurtjes zijn weer mooi in die pasteltinten. En deze sneakers, die ga ik sowieso heel vaak gebruiken, want die vind ik echt heel tof. En ik vind vooral de swatches echt zo vet. Ik weet zeker dat mijn Sims deze heel veel gaan dragen. En deze vind ik denk ik het tofst. Maar het matcht niet helemaal met haar outfit. Deze sandalen zie ik mezelf niet heel vaak gebruiken, eerlijk gezegd. Deze loafers vind ik ook heel tof. Teenslippers zijn altijd welkom, want ik vond ook dat we niet heel veel teenslippers hadden in de Sims. En deze zien er ook wel comfortabel uit. Ja, ik maak me druk om mijn Sims comfort. Oh. Het is wel echt zo. Als ik gewoon items zie die ik zelf niet lekker zou vinden, net als bij het spijkerjasje, ja, dan trek ik ze mijn Sims ook niet aan. Ook al boeit het echt letterlijk niks. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik gewoon een beetje raar. Qua accessoires hebben we mooie armbanden en dat is het ook. Verder zijn er vrij weinig accessoires volgens mij. Gaan we naar de kapsels. Er zijn vooral wat kortere kapsels. Ik neig meestal naar lang haar, omdat ik dat zelf ook heb. Maar ik vind deze bobline, het staat deze Sim trouwens ook echt heel goed. Vind ik wel heel tof en dan kun je ook nog eentje met een kleurtje doen. Deze bob heb je ook nog. Er zit iets meer slag in. Deze krullen. En een mooie knot. Dit vind ik heel tof met dat doek erin. Deze knotjes zijn ook echt heel cute. En stijl lang haar, die zal ik dan waarschijnlijk vaker gebruiken, omdat ik gewoon van lang haar hou. En deze vind ik ook echt heel leuk. Qua hoofddeksels hebben we deze hoed en deze. En dan weer in verschillende swatches. Ik vind hem een beetje hipster. Weet je, zo'n hipsterhoed is het. Ik vind hem wel echt heel tof. En volgens mij was er verder niks qua make-up. Wat ik altijd jammer vind, want ik ben gek op make-up. Wel qua sieraden. Oh, ik zal even haar weghalen, want dan kan je het goed zien. Je hebt deze, ja, ik vind het best wel heftige oorbellen. Het is echt zo'n ijzerdraad wat ook dan dubbel gevouwen is. Maar het ziet er wel stoer uit. Maar je hebt ook deze meer fancy, traditionele sieraden. Heel mooi. Een bril. En ook deze, eigenlijk is het gewoon een touwtje. Die matcht dan weer meer met die andere oorbellen, denk ik. En deze matcht dan weer meer met de fancy
accessoires. Nou, laten we deze doen. En dan dit haar weer. Ik vind het kapsel echt heel tof. En het staat ook mooi met die hoed. Make-up is er dus niet. Ik zag wel dat er nieuwe tatoeages ook waren. Nog niet degene die zij op heeft. Dat is een andere. Ik zal even weghalen. Maar hier moet ik iets meer zoeken. Deze heb je. Zo'n mooie lotusbloem. Echt volgens mij... Ik ken best wel wat mensen die dan in Thailand zijn geweest en met zo'n tattoo terugkomen. Dus ja, matcht wel met waar het pakket ook voor gaat. Oh ja, deze zieke tijger. Ook echt zo'n, het zijn wel van die typische tatoeages. Maar ja, dat is op zich logisch. Ik vind ze wel heel tof, moet ik zeggen hoor. Oh, we hebben nog niet de volledige lichaamkleren gedaan. Die ga ik nu even doen. En daar zit ook meer traditionele kleding weer tussen. Ja, ik vind bij deze dus die broek heel erg tof. Dat die zo high-waisted is. Het is gewoon een lekker casual outfitje. Dit is volgens mij echt de huisbaas look. Met het leuke heuptasje. En ik weet niet. Echt wel hoe je een huisbaas voor je ziet. Dit is dan meer de traditionele kledij van die prachtige gewaden. Dit weet ik niet zo goed. Het doet me denken aan zo'n masseurs outfit. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Als jij het wel weet, laat het weten in de reacties. Of dit dan misschien ook een huisbaas outfit is. Ik weet niet. En dit is dus ook weer meer traditioneel. Ik vind deze kleuren echt zo mooi. Deze. En deze. Die. Met weer dat linnen, die linnen look. Dit is ook echt een leuke outfit. Deze vind ik ook prachtig. Als je hier toch je sim ook in laat trouwen. Zo mooi. Of deze. Ook heel mooi. We kunnen er ook nog wel even een kind bij doen. We beginnen wel even op baby. En dan laat ik die outfitjes ook even zien. Ik ga niet alle mannelijke outfits ook nog weer bij langs. Want die zijn toch meestal bijna hetzelfde. Maar je hebt in ieder geval dit cute pakje. Oh, met limoentjes. Oh. Voor de baby's. Dit is ook een schattig pakje. En deze. Dit doet me echt denken. Deze. Doet me echt denken aan zo'n man die met pensioen is. Shirtjes. Heel cute. Oh, een banaantje. Oh, wat cute. En gewoon lekkere zomerse outfitjes. Hier een linnen overhemdje. Ook super schattig. En qua broeken, ja, heel lief dit. Ik ga er even een beetje snel doorheen hoor. Oh, dat linnen broekje, dat vind ik echt te schattig. Geen accessoires, geen schoenen. Haar misschien? Ja, oh, mooie pony. En geen hoeden of mutsen. En geen accessoires. Oké, dus dat is het. Als het een kind zou worden. Of een peuter eerst. Ik klik er even snel doorheen. Dat je een beetje een idee hebt van wat de stijl is van het pakket. Maar ik ga dus niet even overal bij stilstaan. Want dat kost te veel tijd. Ja, het zijn wel echt mooie kleren. En ik denk vooral, kijk, nu zit ik helemaal in de wintervibes. Dus dan zal ik dit minder snel gebruiken. Maar vooral van het zomer of als zomeroutfit. Ik denk dat ik dan heel veel gebruik zal maken van deze kleding. Deze slippers zijn echt geniaal. Oh, je hebt ze in allemaal verschillende dieren ook. Of verschillende haaien. En volgens mij is het zo dat ouderen
een specifieke karaktereigenschap hebben of zo. Ja, wijs. Dat is dus nieuw. Dat wou ik ook nog even bekijken. Als iemand dus een oudere is, dan kan die deze karaktereigenschap, als je volwassen bent, dus niet. En er staat een sim die genoeg levenservaring heeft om te weten wat er echt toe doet. Deze sims houden ervan om herinneringen op te halen en hun wijsheden te delen. Ze zijn daarom een goede mentor voor iedereen die naar ze wil luisteren. Dankzij hun ervaring kunnen ze makkelijk nieuwe vaardigheden leren en omdat ze emotioneel intelligent zijn, voelen ze zich minder snel boos of ongemakkelijk. Dat is echt super chill. Laten we even bij haar, ik doe even de random namen, Erika Prins, helemaal goed. Laten we even gaan kijken naar de doelen die er zijn, want er zijn een paar nieuwe. Oh ja, de geheime zoeker, dat is een nieuw doel. Bij deze sim draait alles om de spanning van het ontdekken van sappige geheimen over andere sims. Wat hij vervolgens met die informatie doet, moet echter nog worden besloten. Nou, je kan dus 5 sterren vastgoedeigenaar willen worden. Deze sim wil de beste vastgoedeigenaar zijn die de wereld ooit heeft gezien. Oh ja, volgens mij is hier ook een nieuwe, ja. Veel eisende bewoner. Deze sim wil de beste huurder en buur in een huurwoning zijn. Een buurtvertrouweling. Volgens mij is die ook nieuw. Deze sim wil altijd advies geven en een goede invloed uitoefenen op het leven van de buren. Innerlijke rust. Deze sim is op een missie om innerlijke rust te bereiken. Hoewel pure harmonie vergankelijk kan zijn, is het belangrijk om middelen te ontwikkelen die negatieve emoties helpt te verdrijven. Volgens mij is die ook nieuw, maar ik weet het niet 100% zeker. En qua eigenschappen zijn er ook een paar nieuwe. Ja, kind van het dorp. Deze sims verlangen naar een sterke band met hun community en de Tomarani cultuur. Je houdt ze blij door contact te houden met dierbaren en activiteiten te ondernemen die hen doen denken aan thuis. Nu heb ik gehoord dat, en ik weet niet, misschien is dat met een update alweer opgelost hoor, maar dat deze best wel lastig kan zijn omdat je sim eigenlijk altijd in een slechte gemoedstoestand wakker wordt omdat hij zijn dorp mist. Zelfs als die thuis is in dat dorp. Doe ermee wat je wil, maar het schijnt nogal een lastige karaktereigenschap te zijn. Kromme tenen, die is volgens mij ook nieuw. En volgens mij is dit nieuw. Sims die onaangenaam onbewust zijn en vaak met polariserende reacties te maken krijgen. Sims met kromme tenen kunnen zich soms sociaal onbewust zijn van hun omgeving. Maar ze storten zich met een schattig enthousiasme op het leven. Nieuwsgierig is sowieso een nieuwe van dit pakket. Sims die graag roddelen, snuffelen en spioneren. Ze hebben ongelooflijk slechte grenzen en begrijpen niet helemaal wat persoonlijke ruimte is. Maar ze zullen op alle mogelijke manieren geheimen ontdekken. En volgens mij is vrijgevig ook een nieuwe. Zorgzaam, empathisch en geduldig. Deze sims zijn het gelukkigst wanneer ze hun tijd en geld beschikbaar stellen om anderen te helpen. Iedereen houdt van vrijgevige sims, maar ze kunnen nogal schaamteloos zijn met hun donaties. Ja, en er is dus ook een nieuwe wereld in het pakket, Tomarang. Tomarang, gelegen voor de kust van Shisi, is het thuis van heerlijke lokale gerechten, een levendige community en vele legendes. Door hechte communities en zonnige gedeelde ruimtes is Tomarang een prachtig gebied vol mogelijkheden. Word één met de natuur, doe sociaal met je buren of ontdek sappige geheimen. Of je nu een eenling bent of generaties aan nakomelingen hebt, deze regio verwelkomt iedere levensstijl. Sulsul Deka. En dit is dan dus Tomarang. Nou, wat je gelijk ziet is dat er een nieuw tekentje is voor gebouwen. En dat zijn dus de appartementen of in ieder geval de huurhuizen. En als je daar dan op klikt, dan zie je ook gelijk dat er in dit huis bijvoorbeeld 3 eenheden zijn en dat er al 2 bezet zijn. Nou, als je daarna doorklikt, dan zie je dus dat hier al mensen wonen en hier ook. Maar deze is nog vrij. En dan zie je ook gelijk wat de beoordeling voor de huureenheid is. Dus ja, waarschijnlijk hoe beter de beoordeling, hoe fijner je sim het er gaat hebben. Of hoe fijner de huisbaas is. En het kost €65 per dag. De inrichting is 15.000. En de huurperiode is 7 dagen. Nou, en dan de eenheid uitdagingen zijn schimmel en het is er griezelig. En schimmel is ook nieuw. Het schijnt dat je sims daar zelfs dood aan kunnen gaan. Ja, je moet als huurbaas heel goed opletten of je geen schimmel in je appartement hebt. Nou, hier heb je nog een appartement.
En die heeft een veel slechtere beoordeling. Wat ik dan wel bijzonder vind, is dat de huur net zo duur is als bij die andere. Ik weet niet waarom dat is, maar de inrichting is in ieder geval een stuk goedkoper. Je hebt hier Morenzong, dit is dus echt het binnenstadje. En hier heb je Koh Sapa en dat is dan meer rustig, relaxed, beboste omgeving. Hier iets van een karaokebar lijkt het, hier een park. Dus het is, ja, het is wel oké. Okay. Er zijn dus geen gewone huizen, maar er zijn wel 3 kavels waar je zelf op kunt bouwen. Ik klik voor het gemak nu even deze wat goedkopere aan. En dan gaan we eens kijken hoe het is om te bouwen met dit spel en hoe dat dan zit met je verschillende appartementen. Ik zal eerst even alle bouwitems een beetje uitstallen. En dan zie je hier dat er geverfde patronen, dat een nieuw behang is. Of het is muurverf. Ja, en alles is dus gebaseerd op Zuidoost-Azië. En er zijn dus veel pasteltinten. Ik ga voor deze donkerblauwe. Dan als we naar de vloeren gaan. Oeh, mooie houten vloer. Dat is altijd welkom. Ik vind hem echt heel mooi. En hij komt ook in verschillende swatches. En dan als we naar de ramen gaan. Oh ja. Dit is zo fancy. Ik zal er even een paar gewoon plaatsen. Deze is mooi. Dit is echt. Hier kun je dus zo mooi een muur mee maken. Ik vind dit echt zo fancy. Volgens mij is er best wel veel om te laten zien, dus ik doe het even snel. Ik ga ook niet alle swatches bij langs, want ja, dan duurt deze video gewoon echt te lang. Oh, dit had ook gekund dus aan de andere kant. In plaats van allemaal lossen kun je ook gewoon één lange doen. Oh, ik heb bijna geen plek meer. Die. Ja, die is te lang en die is. Oh nee, die is niet te lang. Nou, dat zijn dus de ramen. Ik vind ze echt heel mooi. Het is wel een hele specifieke stijl. Het is minder universeel te gebruiken, zou ik zeggen. Want je hebt bij sommige pakketten, bijvoorbeeld Eco Lifestyle. Ja, die gaat ook heel goed samen met de ramen in andere pakketten, omdat ze allemaal wat moderner zijn. Als je deze ramen gebruikt, dan ga je automatisch ook wel voor een meer Aziatische look. Deuren. Dan hebben we deze. En deze. En deze, dit is dus echt zo'n appartementencomplex deur. En deze is heel goed beveiligd, zo te zien. Dan hebben we nog decoraties, een mooie luifel, een airconditioner. Volgens mij is dit ter decoratie, maar volgens mij heb je ook apparaten die daadwerkelijk het doen. En die je dus dan ook als huurbaas moet onderhouden. Maar daar gaan we zo naar kijken. Deze vind ik ook mooi hoor. Och, een leuk Frans balkonnetje. En nog één. Ook in pasteltinten. Zo leuk. Pilaren. Oeh, deze zijn fancy. Deze ook. Heel mooi. Een nieuw hek. Deze. Ik zet ze wel even allemaal naast elkaar. Deze. Oh, deze ga ik denk ik wel heel veel gebruiken allemaal. Oeh, deze is ook mooi. Super hoog. En deze is ook heel hoog. En deze ook. Oh, deze is ook mooi. Oké, die ga ik denk ik wel heel vaak gebruiken. Geen nieuwe bomen, geen nieuwe planten, geen nieuwe bloemen, geen nieuwe stenen. Een nieuw luchtbed. En die kun je voltooien, of die kun je ontgrendelen als je een zwembadfeestje geeft op gouden niveau. Voor het dak zijn er wel wat items. Dit is de non-functionele zonneboiler. En dit is dus de functionele. Kijk, dit zijn van die dingen die moet je dus dan ook echt als huisbaas onderhouden. Spitse spits. Ik weet niet precies wat dat is. Oeh, dit is cool. Traditionele Tomarani lijstenen richel. Cool. Oeh, een nieuwe fundering. Zo, kijk, dan staat het dus op stelten. Dat is wel echt heel vet. Vooral bij het water is dat tof. Dan moet je ook een trappetje hebben natuurlijk. En daar is ook een nieuwe van. Zo. En ook een nieuw. Een paar nieuwe railings zelfs. Oh, deze is mooi met dat hout.
Deze ook trouwens. Ik doe even deze. Nieuwe boog. Nou ja, je snapt het idee. Oh, deze is ook tof. Met een soort halve of een stuk muur echt. Oh, en er zijn nog meer vloeren. Ik heb er een paar gemist. Oh, misschien zijn er dan ook nog wel meer muren. Even kijken hoor. Ja, jemig. Een mooie houten muur in verschillende stijlen. En pleisterwerk. In hele mooie pasteltinten. Oh, ik loef dit echt. Kijk dan hoe mooi. Oké, nou, we laten de buitenkant even zo. En voor die vloeren. Dit vind ik ook heel mooi, hè. Kijk dan hoe mooi. En mooie stenen. Ik vind dit zo mooi voor in keukens. Echt heel tof. Ik doe nu even hout voor het gemak. Omdat we nu ook de meubels erin gaan zetten. En dan word je niet helemaal afgeleid door de vloeren. Want ja, daar ben ik natuurlijk ook super benieuwd naar. Naar de meubels. Ik ga gewoon even alles weergeven. En ik zet het er gewoon even in. Je hebt dit prachtige bed. Bedden zijn altijd heel erg welkom. Een krukje die er inderdaad echt heel oncomfortabel uitziet. En zo heet hij ook. Meest ongemakkelijke kruk ooit. Een rotan pouf. Oh, zo leuk. Mooie stoel. Een plastic stoeltje. Best wel veel stoelen. Een barkruk. Een luxueuze bank. Nog een bank. Nieuwe keukenkastjes, altijd welkom. Oh, deze zijn ook mooi. Ja, heel mooi met die gouden greepjes zo. En dan bovenkastjes. Een mooie eettafel, gewoon een kleintje. Nog één. Een bijzettafeltje. Veel hout. Hou ik ook altijd wel van. Daar houd ik wel van. Een koffietafel. Een mooie plank. En een badkamerkastje die echt super fancy is. Oh, deze wasbak. Oh, die is echt super mooi. Baby's eerste kamerpotje. Oh, ja, dit is dus... hier zie je echt dat stukje cultuur terug. Dit is dus dan een potje voor een kind. En dat is dan gewoon echt een potje. Grappig, wat goed dat ze dat ook allemaal hebben meegenomen. Ja, en dit is ook helemaal nieuw voor ons westerlingen, een hurktoilet. Maar ja, het spreekt voor zich denk ik hoe dat werkt. Heel anders dan wat wij gewend zijn. Deze douche is echt super mooi. Zie deze jacuzzi, oh, die ga ik ook zoveel gebruiken. Een pot voor knikkers, dat is ook nieuw, een nieuwe activiteit. Je kan knikkeren. En heb je hier inderdaad, heb je een... knikkerveldje in verschillende soorten. En dan kunnen je sims knikkeren. Een bar, altijd goed. Suikerrietsap. Malies maanlicht marktknutsels kraampje. Vegan voedsel, je hebt allemaal verschillende kraampjes. Je hebt nog een nieuwe activiteit en dat is een hinkelbaan. Een geestenhuisje. Ik weet niet wat dat precies is, maar het klinkt creepy. Wacht, staat het erbij? Door dit sierlijke wonder op de hoek van iemands eigendom te plaatsen, kan de daaropvolgende golf van kalmte zelfs de meest chaotische aura's tot rust brengen. En hier heb je dus een elektriciteitskast. Dat is ook weer zo'n item wat je dan als huurbaas moet onderhouden. Net als de boiler. Het wordt daardoor wel echt super realistisch. Maar je kan er dus ook voor kiezen om ze niet te gebruiken of om de decoratievarianten ervan te gebruiken. Die zijn dan niet functioneel, maar dan heb je wel... het gevoel van, nou ja, een echt huis. Planten zijn ook altijd welkom. Oh, deze is groot. Een mooie varen. Bezoedelstenen. Oh, kijk. Dit is ook grappig. Dan kun je dus ook je appartementencomplex iets meer realisme geven. Door het een beetje smerig te maken. Oh, het krijgt hier echt gelijk inderdaad zo'n smerige vibe van. Een mooi wandtapijt. Die hangen we maar over die plek heen. Mooie schilderijen. Een spiegel. Gordijnroede. Die vind ik ook altijd chill, hè. En deze mooie gordijnen. Deze, die vind ik ook leuk. Een limonadebord. Te huurbord. Kabouter dol op paddenstoelen. Oké. Dit is dus de non-functionele boiler. Aftruiprekkie. Tactische tiffin. Driehoekige wichtkussen.
een vogelgevangenis. Oh, zielig. Mandkommen. Dit zijn meer de decoratie-items. Oh, leuk. Zo'n vijzel en stamper. Mand met supervers fruit. Welkomstmat. Oh, mooi vloerkleed. Oh, deze is ook mooi. En wat voor zwartjes komt hier nog meer? Oh, die is mooi. Het is allemaal zo heerlijk kleurrijk. Klassieke gietijzeren radiator. Nog meer decoraties. Mooie schotel. Je hebt echt heel veel decoratie-items. Ik sla er even een paar over. Deze prachtige lantaarnpalen. Oh, die zijn leuk. Kijk nou, hoe vrolijk. Ja, je hebt dus ook nieuwe keuken-items. Je hebt een nieuwe waterkoker, volgens mij. Oh ja, sterker nog, deze kan thee, chocolademelk, koffie of gewoon heet water maken. Dus dan heb je helemaal geen andere items meer nodig. Een snelkookpan. Ja, hier is dus ook weer zo'n elektrische ketel die ook weer diezelfde functionaliteiten heeft. Zo'n vaatwasser die niet zoveel ruimte in beslag neemt, ook altijd fijn. Een grill. Oh, deze is cute. Natuurlijk de clusterbrievenbus. En ik zie dat deze gratis is. Die zet je dus in je appartementencomplexen bijvoorbeeld. Een dressoir. Nog een dressoir. En een hoog dressoir. Dit is een wc-hokje. Een witte lelie kaarslamp. Heel mooi. Een rieten vis hoogzwemmer. Oh, deze lamp is ook mooi. En deze ook, lantaarns. En dat is het. Dat zijn alle bouwitems. Nou, nu ben ik ook nog wel even benieuwd hoe het dan werkt. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik ga even hier alles weghalen. Dan gaan we dus nog een unit erbij bouwen. En stel je nou voor dat we hier ook een huis van willen maken. Hoe werkt dat dan? Je gaat naar kaveltype en in plaats van particulier kies je op huurkavel. En dat is het. Verder zijn er zijn geen eisen aan de kavel, wat toch eigenlijk best wel raar is, want zou je niet sowieso een koelkast moeten hebben? Dat heb ik nu bijvoorbeeld niet. En dan heb je hier één Ista-rivier, dus je kan ze een naam geven, hoe de eenheid heet. Oh kijk, ja, je kan dus klikken op de ruimtes en nu is dit één Ista-rivier, dus dit is één wooneenheid, dus één appartement bijvoorbeeld. En dan is dit nog een eenheid. Dit is twee Ista-rivier. En dan zet ik erin hoeveel slaapkamers die heeft. Bijvoorbeeld één. En één toilet, ook al... Oh ja, we hebben twee toiletten zelfs. En dan krijgen ze dus verschillende kleuren. Dus dan kan je makkelijk herkennen welke is. Oh ja, dus als ik deze nu aanklik, dan woont mijn sim daar. En deze kunnen we dan verhuren. Maar volgens mij is het ook zo dat ik op een hele andere kavel kan wonen. En dan kan ik gewoon een heel appartementencomplex verhuren. Ja, de afmetingen van de tegels. Dan staat er optioneel wat je er nog bij kunt doen. En als je het niet doet, dan is het ook niet erg. Maar het kan wel je beoordeling verhogen, wat op zich logisch is. En hoe kan ik nu de huur regelen? Oh wacht, je kan ook nog eigenschapuitdagingen van de eenheid. Kun je aangeven. En dan kun je dus ook schimmel doen. Oh ja, uitdagingen. Schimmel. En dat kan dus je sim doodmaken. Maar hoe regel ik nu de huur? Want dat snap ik nog niet helemaal. Als ik nu naar leefmodus zou gaan, kan ik dan aangeven hoeveel huur ik wil vragen? Oh kijk, hier. Hier zie ik dan mijn vastgoed, mijn huurhuis. Zoek een huishouden dat deze eenheid wil huren en wordt een vastgoedeigenaar. Leg de huurperiode en huurprijs per dag vast in de huurovereenkomst voordat de huurders intrekken. Je kunt zelfs regels instellen voor deze eenheid. Maar pas op dat je huurders ontevreden kunnen worden als je de details van de huurovereenkomst wijzigt nadat ze al zijn ingetrokken. Dus je kan zelf een overeenkomst... Oh, wat tof! Huur per dag is 78 en je kan dus 156 doen. Maar nu zou dat heel onrealistisch zijn, want er staat letterlijk niks in het appartement. En je mag regels aangeven. Ah, wat grappig. En ik weet dus dat stel ik zou nu deze huur vragen, dat zou veel te veel zijn voor wat ze krijgen. Dan komen je huurders dus in opstand. En je kan mensen er ook uitzetten en dat kan gerechtvaardigd, maar het kan ook ongerechtvaardigd. En gerechtvaardig is bijvoorbeeld als je huurders er altijd een zootje van maken. Of
huisdieren meeneemt terwijl dat niet mag. Dan mag je ze er gerechtvaardigd uitzetten. Maar je mag ze er ook gewoon random uitzetten en dan is het ongerechtvaardigd. Maar dan gaat volgens mij je beoordeling als huurbaas wel naar beneden, zoiets. Het is echt zo cool, huurkavel kopen. Oh, dan kan je gewoon dus in andere werelden ook nog kavels kopen. En die kun je dan dus ook weer verhuren. Oké, dit is echt zo tof. Dagelijkse belasting is 50 simoleons. Oké, je moet dus ook nog belasting betalen per eenheid. Nou, mijn eerste indruk van The Sims 4 te huur is echt super positief. Ik wist al wel dat ik het leuk zou gaan vinden, omdat ja, dit is zoiets waar ook al heel veel simmers al heel lang om vragen. Dat je gewoon één groot complex kunt bouwen, maar dat je het ook functioneel kunt gebruiken. In plaats van dat je een familie van 8 sims hebt en dus ook 8 sims moet onderhouden. En dat je dan een soort van met je eigen interpretatie moet spelen. Dat ze in verschillende kavels wonen. En nu kan dat gewoon. En hoe dat werkt met, stel ik had nu nog een huishouden. Je hoeft dan niet beide huishoudens te verzorgen. De een gaat gewoon zijn eigen gang in de ene eenheid. En het andere huishouden gaat gewoon, dat je speelt, dat kun je gewoon zelf besturen in jouw eigen eenheid. Maar je kan wel vrij makkelijk van de ene eenheid naar de andere eenheid reizen. Maar je krijgt dan wel dus echt zo'n laadscherm daartussendoor. Dus zo werkt het een beetje. En je hebt dus gemeenschappelijke ruimtes waar dan die sims uit het andere huishouden, waar je ze tegenkomt. Dus je kan gewoon heel veel kanten op. Want je kan een heel appartementencomplex bouwen. Je kan 6 eenheden in 1 appartementencomplex of in 1 gebouw kwijt. Met cheats kunnen het er 99 zijn, maar daar wordt je spel echt heel traag van. Dus zou ik niet per se aanraden. Maar je kan dus 6 verschillende appartementen of huizen naast elkaar zetten. En dan kan je daar allemaal verschillende sims in laten wonen. Wat je ook kan doen is dat je bijvoorbeeld wel wil dat de opa en oma van je kinderen bij jou in huis komen wonen. Maar je wil niet constant hen ook nog moeten verzorgen. Dan kan je dus hen in een soort of in een gastenhuis of in een appartementje aan het huis kun je hen laten wonen, zodat ze wel om je sims heen zijn de hele tijd, maar je hoeft ze niet te besturen. Dus de mogelijkheden zijn ineens veel, veel groter. En ik heb echt zin om met dit spel te gaan spelen. En dat ben ik ook zeker van plan, in ieder geval in de Arm tot Paardenboerderij Challenge. Dus als je benieuwd bent naar hoe ik dit pakket daarin integreer, vergeet je dan niet te abonneren. En ik zie je dus ook heel graag in de volgende video van die challenge. Voor nu wens ik je een hele fijne dag of avond. Doei!